Wij van Mediaraven gingen langs op de International Art Fair Gent. Deze kunstbeurs biedt kunstliefhebbers van alle leeftijden een unieke bezoekerservaring met topwerken uit de 20e en 21e eeuw. De Art Fair is onderverdeeld in 3 volwaardige zones: B-Art, Design en Art Gent. We gingen een kijkje nemen bij een aantal opkomende talenten. We staan op een specifiek deel, B-Art, een stukje beurs die gespecialiseerd is in het aanbieden van Belgische kunst vanaf 1900 tot vandaag. Typisch aan B-Art is dat we solostanden geven, dus 1 kunstenaar per stand, waarbij dat eigenlijk de kunstenaar meer in de kijker staat. Wat was uw inspiratie voor de werken die hier nu staan? Ja, ik ben nogal gefascineerd door ruimtes en wat ruimtes met ons doen als mensen. Kijk, we hebben die ruimtes, we hebben bepaalde herinneringen, architecturale elementen. Maar ook het huis is een soort motief, zoals in de films van Hitchcock, die een soort dubbelheid hebben en dat fascineert mij enorm. En dat is ook een thema die heel vaak terugkomt in mijn werk. Ik ben Kim de Ruijser. Ik stel hier een soort van imaginaire kinderkamer voor. En vertaald in allemaal objecten die ik in natuursteen heb gemaakt. Wat ik nu mee werk, dat is het leven of het nu. En dat is dus vandaar de kinderkamer. Dus dat gaat voor mij echt over het leven. En je wilt dat leven eigenlijk volledig blijven vasthouden, heel je leven. En vandaar dat ik dat eigenlijk versteen. Zoals je kan zien ben ik designer, kunstenaar. Ik geef mezelf geen voorkeur voor de twee. Het gaat allemaal over creativiteit en dingen creëren. Er zit soms veel humor in en natuurlijk trekken er eigenlijk ook wel veel jongeren. Ze hebben daar wel zeer veel interesse in. Goedendag, ik ben Anouk Daels en mijn galerij is in de Sint-Pietersnieuwstraat in Gent, AD Gallery. Allemaal jonge kunstenaars of een klein beetje al gevestigde kunstenaars, maar ja, de meeste zijn echt van jonge leeftijd. En hoe vindt u dan of contacteren die u? Goh, er zijn bepaalde kunstenaars die mij zelf contacteren omdat ze de galerij een toffe kans vinden, maar er zijn ook kunstenaars waar ik zelf naar op zoek ga. Omdat wij met onze galerijen toch proberen van aan verschillende vragen te beantwoorden. Je hebt verschillende mensen die op zoek zijn naar kunst. Je hebt mensen die proberen een investering te vinden. En die vraag proberen wij te beantwoorden. Maar je hebt ook mensen die emotioneel op zoek gaan naar kunst. Of een eyecatcher voor in hun interieur. En ook aan die vraag proberen wij ook te beantwoorden. Dus met de betaalbare kunst en het jong opkomend talent blijft dat wel laagdrempelig. Ik ben op al de kunstenaars in mijn galerij even trots, omdat ik ze zelf persoonlijk heb uitgekozen en omdat ik met allemaal een goed contact heb ook. Maar waar ik het meeste trots op ben, toch in mijn galerij, is Juliette Clovis. Zij leeft en werkt in Bordeaux. En ook omdat haar werk heel moeilijk is om te maken. Zij snijdt vinyl handmatig uit de plexiglas in verschillende lagen. Dat is een zeer langdurig proces. En ze maakt en ontwerpt haar tekeningen zelf.